We hebben vandaag de Flevolab Tour, een bustour door de provincie. We doen allerlei plekken aan met een bus vol met cultuurprofessionals. En we gaan naar plekken waar cultuur is of waar juist iets is waar cultuur zou mogen landen. Ik kom jullie DNA-materiaal ophalen. We hebben al haren en wangspul. Ik ben Femke Ravensbergen en ik ben theatermaker. En bij Flevolab ben ik één van de nieuwe makers en dat zijn kunstenaars. Flevolab is een samenwerkingsverband van vijf organisaties die samen op zijn getrokken om de cultuur in Flevoland te versterken. En dat doen we eigenlijk aan de hand van drie pijlers. Talentontwikkeling, publieksbereik en kennis en netwerk. Ja, een beetje pionieren en ja, een beetje van de gebaande paden af, ja, dat zou hier nog kunnen. Ja. Flevolab is heel belangrijk voor mij als kunstenaar om me te helpen opstarten. Ja, het is een beetje net als bij een start-up. Als je opgestart bent, dan gaat het daarna makkelijker om het zelfstandig te doen. En bovendien hebben ze een netwerk en het is ja, heel belangrijk als kunstenaar om met een idee aan de bak te komen. En dat aan mensen te kunnen vertellen en dan komen daar weer kansen uit. Wij hebben als Flevolab middelen aangevraagd bij de provincie. Eigenlijk een kleine investering vanuit de provincie, zodat wij een aanvraag zouden kunnen doen om in aanmerking te komen voor landelijk geld. Dus dat we met een kleine investering vanuit de provincie veel geld, eigenlijk miljoenen zou je kunnen zeggen, binnenhalen om cultuur te versterken in de provincie. Cultuur is natuurlijk iets wat mensen bindt. En ik denk dat het zeker voor een provincie als Flevoland heel belangrijk is dat mensen elkaar kennen op een andere manier dan alleen maar werk of economisch.